Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Bij Nederland zien we weinig bewolking. Hoewel er in het noorden van het land wel wat lage wolkenvelden ronddrijven. Daar zullen we vanochtend dus af en toe wat wolkensluiers zien. Maar de zon schijnt ook al regelmatig. En in de rest van het land heeft de zon vrijwel geen last van bewolking. Vanochtend temperaturen oplopen tot iets boven het vriespunt. Vanmiddag stijgt het kwik verder naar een graad of zes. Er is dan veel zon. Nog steeds wat enkele wolken in het noordwesten. Maar van neerslag is er zeker geen sprake. Een matige wind uit het noordoosten maakt het voor het gevoel wel frisser. En vanavond verandert er dan weinig in dat weerbeeld. Temperaturen dalen snel tot richting het vriespunt. En vannacht vriest het licht en op sommige plaatsen zelfs matig. Morgen hebben we dan heel ander weer. Want de bewolking neemt snel toe van het westen uit. En tegen de middag gaat het regenen. En als die neerslag naar het oosten treedt, kan er ook natte sneeuw bij zitten. Misschien dat het in het oosten zelfs eventjes echt wit wordt. Uiteindelijk wordt het 4 graden. Woensdag dan 7 graden op de thermometers met in de loop van de dag buien. Soms zelfs weer winterse buien of maartse buien, zo u wilt. En ook de rest van de week is het redelijk onstuimig weer. Met wind, met buien. En die buien hebben dan van tijd tot tijd een maartscharakter. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.